Leuk dat je kijkt naar deze video. Door haar hoofd gaat het ietsjes beter. Want haar plekjes die beginnen te genezen. En er groeien weer haartjes op. De komende 2 weken maken wij even geen video's. Mijn ouders die gaan op vakantie en ik ben op ponykamp. En mijn broer die is wel aan huis, maar daar heb ik niet zoveel aan. Want die werkt in de webshop van mijn ouders. En ja. Morgen komt er nog wel een video online. Dan over 2 weken weer. Veel plezier met kijken. Groot was de verbazing toen in mijn mailbox een mailtje binnenkwam van de Rijksvoorlichtingsdienst. Jawel. Ja, er gaat van alles door je hoofd op zo'n moment. Maar uiteindelijk bleek het een uitnodiging te zijn om langs te komen bij het Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen. En dan voor een Insta-walk. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik heb nog nooit van een Insta-walk gehoord. Oh, het is nu wel even donker. Leuk die bruggen. Dus ik moest serieus googlen om te kijken wat dat dan precies is, een Insta-walk. Maar het zou iets moeten zijn met Instagram en een aantal opdrachten. En dan moet dat denk ik op Instagram plaatsen of op Instagram zoeken. Dat weet ik niet precies. Maar goed, dat gaan we in ieder geval nog ontdekken. We zijn nu op weg naar Paleis Noordeinde. Moesten we allemaal informatie voor inleveren voordat we erheen mochten. Wat op zich natuurlijk wel weer grappig is. En ja, Tess. Je gaat ook? Ja. Weet je, jongens, niet te geloven. Geef eens. Ik ben van de broeken. 3 keer raden wat ik aan heb. Ik heb een rok aan. En ja, ik heb er heel veel zin in en ik ben wel benieuwd. Altis en mijn vader wil niet op de camera en hij is nu aan het rijden. Kijk, daar is hij. Hij denkt ik ben er niet. Oh, hij zwaait nog. Ja. Hij is er dus ook. Dus we gaan met z'n drietjes gaan we naar Paleis Noordeinde. En ik heb er heel veel zin in. Alsjeblieft, ma. Ik denk dat ze er heel veel zin in heeft. Volgens mij heeft ze dat nu gewoon 5 keer gezegd of zo. Nou ja, onderweg dus. We hebben net de Insta-walk gehad op Paleis Noordeinde. Hoe vond je, Tess? Heel erg leuk. Ja, was echt wel super gaaf. We maken een aparte video ervan, want we hebben best wel heel veel materiaal. Vooral van een gapend paard, hè, Tess? Ja. Ja, die heeft me uiteindelijk ook een beetje gebeten. Oh. Die heeft hier een klein mondje. Oh, stuitpaard. Nou. Ja, ze hebben allemaal Friese hengsten daar, dat wisten we niet. Nee. Nee. Het zijn ook geen merries helaas. Nee, het zijn allemaal hengsten of ruinen. Maar we maken dus een aparte video van. Het was heel interessant, heel leuk. En dan kunnen jullie dat waarschijnlijk binnenkort even zien. Oh, en die Insta-walk was niet echt een Insta-walk, hè? Nee. Het zijn gewoon hashtags. Het was gewoon een rondleiding met hashtags. Vandaag is zaterdag en 21 juli. En dan ben jij jarig! Yay! Het is vandaag ben ik jarig. En ik heb super gave cadeautjes gehad. Ik kan ze nu niet allemaal laten zien, helaas. Ja, in ieder geval wel eentje. Wel eentje. Tadaa! Ze heeft een Apple Watch van ons gekregen en daar is ze heel blij mee. Ja. Je wou ze echt al heel graag en al heel lang. Ja, en ze moest helemaal huilen. Oh, ja. Ik vond het echt super lief. Maar ik had ook heel veel gave tekeningen en thee en badschuim en van en ook, alles. Ja, en ook van lieve Kim en Christine hebben we ook nog Een hele doos thee gehad. Dus, en ook de thee die ik heel lekker vind. Dus dat vond ik echt super gaaf. Zij zit in Spanje, dus ik kreeg het per post. Ik was helemaal flabbergasted. Ja. En van Rick en Lotte heb ik nog heerlijke badschuim gehad. En een gaaf kaart, dus daar ben ik heel blij mee. Dus al met al ben ik vreselijk verwend. Vandaag gaan we iets anders doen dan de paardjes. We gaan varen. Ja. En misschien dat we hier en daar nog wel een beetje zullen vloggen. We gaan even op zoek naar Altwin. Hij is daar. Oh, die is daar. Hij komt weer terug. Die een bootje heeft gehuurd. Dus we nemen jullie wel een klein beetje mee. Maar we gaan ook gewoon genieten vandaag. En we gaan ook met 5 personen op een 10-boot. Dus we kunnen allemaal slapen. Dit is onze boot voor de dag. We hebben 2 kapiteinen. Dat is altijd lastig op 1 schip. Maar ja, zo is het nou niet eenmaal. Rechts, maar rechts. Zo. We zitten in de Asterix met blauwe bekleding. Dat wilde Tess graag. We hebben ook bruine bekleding. Lot is er ook bij. En ja, we gaan varen. Hij heeft haast. Ik ga maar rustig. Hij heeft haast. Zo, jongens, we hebben een programma voor vandaag. Ik geloof het ook. We gaan eerst naar Leiden toe. Volgens.
Zo, Tess is ons boegbeeld. Die zit voor op de boot. Rick die ligt. Dat was zijn aandeel in het geheel. Die slaapt over 3 minuten. Lotte die uit de wacht. En kapitein Altwin die vaart. En ik, ja, ik wil eigenlijk even kijken hoe ik WhatsApp kan lezen op mijn telefoon of op mijn horloge. Maar ja, dat wil ik dan eigenlijk ook weer niet doen, want zonder van de omgeving en dat soort dingen. Dus struggles op die verjaardag. Ik denk dat we midden in een zeilwedstrijd terecht zijn gekomen. Want zoveel zeilboten die allemaal zo schuin gaan. Ze moeten een beetje oppassen dat we mensen niet aanvaren. Zo, even een pitstop. We moeten eventjes even zwemmen. En daar kunnen we staan. Vis. Vis. Pas op, een vis achter je. Rick is de reddingsboei, geloof ik. Je moet alle dames vasthouden. En wat doe je tijdens een dagtripje varen? Pokémon Go spelen. Dat dus. We zijn in Leiden. Daar ben ik geboren. Nou weet ik niet heel veel van Leiden, behalve dat toen ik hier in Katwijk woonde. Hier ging stappen. Nou, stappen ja. Stappen hebben we ook wel hier gedaan. En naar de bioscoop en naar de McDonald's. En je ging hier kleding kopen, want in Katwijk kon dat zo goed als niet. Maar dat was allemaal in Leiden centrum. Dus het is wel leuk om er nou een keer doorheen te varen. Dat is een hele andere manier. Kijk, een kerk. De kerk kwamen we toch ook wel eens langs, of niet? Ja. Ja, nee dus. Komen we nu langs? Kerkplein. Kerpen. De grote, grote kerk. Is de Goudsteeg of zo? Nou, ik weet het niet hoor, jongens. En misschien zijn er Leidenaren die hier wonen die het wel weten. Maar goed, we gaan hier gewoon een plekje zoeken om te lunchen. Het is een beetje grappig. We moeten nu dus daadwerkelijk stoppen. Omdat er Pokémons gevangen moeten gaan worden. Ze moeten 5 minuten aanmeren voor Pokémons. Dat is geen grapje, dat is gewoon waar. Het is een Zapdos, man. Ja, en wat? Nou, hoe vind je dat ik inparkeer met een boot? Ik ben trots op je. Kijk eens eventjes. Tadaa, ingeparkeerd. Ik vind het maar spannend. Zo, ik stap uit. Doei. We zijn nu in het centrum van Leiden. Bij die McDonald's ben ik heel veel geweest. En in die bioscoop daar ook. Ja, hier gingen we ook stappen. Dat soort dingen. Dat is echt grappig. Dat is echt grappig, hè? Het centrum van Leiden hier. Altwin kwam hier vroeger ook altijd. Dus die vindt het ook helemaal grappig. Het plein was wel anders vroeger. Je had niet echt van die aanlegstijgers zoals nu. Maar je kan hier van alles eten, drinken en doen. Dus helemaal leuk. Kijk dan. Leuk. Ja, ik wil hier wel ergens lunchen. Waar dan? Ja, maakt me niet uit, maar ergens. We zijn op de terugweg, alleen het water is buiten best wild. En Altwin wilde heel graag hard varen. Dus hadden we bedacht, we zetten de kap er gewoon op, zitten wij droog. Tess slaapt. En nee, je moet varen. Schiet op jij. Dus nu mag hij zo hard als hij wil. En dan zitten wij gewoon onder de kap en hij wordt zeiknat. Alles zit veilig binnen hier. En je ziet er goed uit hoor, kapitein Haak. Ja. Niemand hier vaart. Kijk dan. Kijk maar mee. En al dat water tegen die. Kijk nog iets meer. Zo. Ja. Zie het water als het goed is hier tegen een plastic aankomen. Nou, het was in ieder geval een super leuke dag. Heel erg naar mijn zin gehad. En ja, we zouden nog even de paardjes doen natuurlijk. Want die blijven natuurlijk altijd heel belangrijk. Zondag vandaag. Gisteren was ik jarig, was super leuk. En vandaag gaan we dus rijden. Ja, het is warm. Maar inmiddels lijkt het erop dat het vanaf dinsdag nog veel warmer gaat worden. En op een gegeven moment zul je toch beweging moeten hebben. Zowel mens als paard natuurlijk. En hoewel ik daar niet heel erg van ben in de warmte te rijden. Gaan we donderdag wel ook de Evo Cup rijden. En ook die is in Ermelo. Dus dat betekent gewoon dat er gereden gaat worden. En ja, wel vroeg erheen, laat terug. Tenminste, ik denk dat het doorgaat. Want op een gegeven moment is het nu natuurlijk al een aantal weken best wel heel heet. En het blijft gewoon heet. En om ze dan elke keer maar alleen in de stad te laten staan en in de stapmolen en in de wei, is misschien ook niet de allerbeste remedie.
Dus vandaag gaan we gewoon buiten rijden. Gewoon in de bak. Even oefenen voor de Evo Cup. En ja, de warmte maar trotseren. We gaan natuurlijk niet heel lang. Want het heeft natuurlijk ook geen zin om jezelf of je paard over de kop te werken. Maar we moeten met z'n allen toch gaan wennen blijkbaar aan deze warmte. En in tropische landen hebben ze ook paarden en die wennen er uiteindelijk ook aan. Dus ik ga ervan uit dat nu we al een hele tijd die warmte hebben, dat het wel goed komt als je maar goed op je paard en goed op jezelf let. Wil drinken en niet te lang werken met je paard natuurlijk. Tenminste, dat is mijn idee daarover. Hoe gaan jullie met die warmte om? Ik ben wel heel benieuwd. Misschien zitten er wel tips tussen die ik nog goed kan gebruiken. Laat ze dan hieronder in de comments even achter. Zo, ik zit er gelukkig al op. Tess is nog bezig en er staat gelukkig ook een lekker windje. Dus ik hoop dat het wel te doen is. Het voelt wel goed aan op zich. Kijk maar. Naar de boompjes, ik weet niet of je het kan zien. Er staat wel een lekker windje. En volgens mij vindt Verona het ook wel prima. Kijk hoe ver we komen vandaag. Nou, Belly heeft ineens heel veel plekjes. En ik zal het wel even laten zien. Ik heb er een foto van, dus ik zal het wel even een foto laten zien. En we denken dat het door het hoofdstel komt. Maar? Maar? Het zit ook op de benen en de buik. En op de billen. En op de billen. Ja, dus weten jullie misschien wat het is? Nou, weet je wat? We vragen het wel aan de dierenarts, vind je niet? Dus laat morgen maar even de dierenarts komen, dan kan die er even naar kijken. Lekker rijden? Ja, ik ga vandaag ook naar Hoek van Holland samen met de vriendin van mij. Ja, zonder paarden? Oké, okay, nou lekker rijden. AXC, binnenkomen in arbeidsstap. Tussen X en G, overgang arbeidsdraf. Tussen X en G, overgang arbeidsdraf. C, linkerhand. Tess is ook aan het oefenen voor de Evo Cup. En Jolie is zo lief om even 4 proeven voor te lezen, omdat we niet weten welke proeven we moeten rijden nog. Misschien staat het wel ergens, maar ik heb nog niet nagekeken. Dus Tess is druk aan het oefenen. Nou, pony. Ik ben net op de manege aangekomen en ik heb een hele grote winterpeen meegenomen voor Bel. Oh. Dus het lukt alleen niet even. Nou, Bel die is lekker aan het genieten van haar peentje. En ik ben er net en ik wou vandaag heel graag. Oh, ik ben er net en ik wou vandaag heel. Ik ben er net en ik wou vandaag heel graag een video opnemen. Een dagje op stal. Ik ga vandaag de paardjes passen. Met Bel vliegenspray opdoen. Ja, ga je meenemen in de avond. Ga ik nog rijden. Ja, lukt het wel. Ja, gelukt. En ik neem ook zelf af en toe een hapje. Kijk, dat was wel even geknoeid. Eén moment. Dit is Stoute Pony. Wie mag. Hé, hey, pony. Wie mag dat gaan. Bel! Wie mag dat. Kom eens. Wie mag dat gaan opruimen? Tessa? Ja. Tessa. Tessa mag het gaan opruimen. Nou, de rest gewoon. Gooi maar in de bak. Ik denk dat ik even eentje aan Henja geven. Hallo! Appie! Hij was groter, nu is hij heel klein. Zo. En dan ga ik er nog eentje aan Verona geven. Wow. En dit zo opruimen. Ik heb ook wel haar halster weer meegenomen. Niet die. Die. Bella opstaat. Zo. Die gaat naar Verona toe. Patty!
Oh. Ook een lekker worteltje. Rona, gefeliciteerd. Ze hebben de eerste. Die kan spuiten. Stappen we toe. En dan zit Vrona er alweer op. Het moment is daar. Ik zal het zo doen. 2,5 jaar zeg ik tegen Christine. Oh, stap je even op Vrona? Kun je even stappen? En ze zegt altijd: nee, mijn broek is niet goed. Of nee, andere koet. Of weet ik veel wat er echt vandaag even niet. En nou, allerlei excuses. En vandaag heeft ze mijn cap al op. Ze zit er nog niet op. Ze gaat een krukje pakken. Ta 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 da. Kijk, ze gaat de telefoon wegleggen, denk ik. Paardrijden met je telefoon, dat is natuurlijk nat dan. Zo simpel is het ook nog een keer. Zo. Ja, ze komt zelfs met het krukje hierheen. Dames en heren. Nee, hoeft niet hoor. Keurig aan de linkerkant. Zo, op de kruk. En zonder enig twijfel, dames en heren, bekijkt u dit eens even. En ze zit. Moest je daar nou echt 2,5 jaar over doen? Ik beweeg nog niet. Serieus, 2,5 jaar, je stapt zo op. Alsof het niks is. Alsof je het gisteren nog gedaan hebt. Ja, je mag wel even buigen. Precies, heel goed. Nou, nu stappen dan. Nee, je moet even stappen nou. Dus zo moeilijk is het niet met Vrona stappen. Dat is het makkelijkste paard van stal. Ta-ta-ra. Ja jongens, dames en heren. Het moet niet gekker worden. Kim, zie je net? Kim, wat is je reactie hierop? Ik ben helemaal verbaasd. Ja, dat snap ik. Ik zit wel met heel veel... Ik wil even het verbaasde gezicht van Kim laten zien, dames en heren. Kijk naar mijn gezicht. Verbaasd echt. Alles. Dit had ik niet aan zien komen. Nee, maar wel heel gaaf. Nou, ze zitten gewoon op hoor. We gaan een nieuwe samenwerking aan met Creative Cosmetics. Die hebben... Oh, kijk of we dat naar boven krijgen. Daar, ja, daar. Die hebben ook een YouTube kanaal en zij doen van alles met make-up. En vandaag gaan ze samen met Kim en Tess gaan ze iets doen. En wat dat iets dan is... We hebben geen idee. We gaan sowieso een broodje eten. We gaan een broodje eten. Ja. Dat is veel belangrijker dan heel die make-up. Nee hoor. We gaan eens kijken wat dat inhoudt dan. Dus een compleet andere samenwerking dan iets met paarden. Vandaag iets met make-up. Yeah. Ja. Ik wil eigenlijk drie producten. We zijn inmiddels binnen bij Creative Cosmetics. Ik zal even laten zien. Zo. En nu wordt er even gekeken welke kleuren bij Tess passen. En daarna komt Kim. Hier hebben ze een hele studio. Ze hebben zelfs een widescreen. Dat zou ik ook wel moeten hebben. Slim idee om dat op deze manier te doen. Kan je hem gewoon inklappen. Ik zou hem alleen aan het plafond hangen. Dus dan kan je hier in de make-up stoel. En dan kan er gewoon gemake-upt worden. Dus ze gaan aan de slag. Wat is het, hè?
Danus. Unicorn! Ja, helemaal hot. Nou, ze gaan beginnen met filmen. Als je de hele make-up look wil kijken, moet je even kijken op het YouTube kanaal van Creative Cosmetics. Dan krijg je de volledige uitleg. Van mij krijg je gewoon de cameraman en Tessa in een stoel. En dan gaan ze zo beginnen, denk ik. Ja. We hebben ook helemaal goed zitten. Ja, zo makkelijk ging dat dus allemaal niet. Er moet eerst van alles verplaatst worden. Kussens onder de kont. Ja. Spiegel tussen de benen, dat klinkt heel raar, maar het is wel zo. En dan de standaard is een paar mandjes. En dat is waar alles op staat. Maar goed, dit is het beeld dat je dan krijgt van de video. Dus dan lijkt het heel wat. Maar dit is wat je allemaal nodig hebt om een video überhaupt te maken. Zo'n meneer ook, die heb je er ook bij nodig. Ja, nou, nodig. Hij is toevallig in de buurt. Ja, en jouw moeder zei het al, van altijd als je iets gaat filmen, dan komt er van alles om de hoek. Nou, dat hebben wij ook. Dus wat we gaan doen, we gaan overal een foto maken. Straks een mooie nafoto. Een bewegend voor- en een bewegend nabeeld. Ik ga zo uitleggen hoe dat allemaal werkt hoor. Dan hebben we nog een goede 5 seconden trigger, want die mensen moeten natuurlijk weten waarom moet ik die video nou gaan kijken? Waarom is die nou leuk? Nou, dat gaan we natuurlijk even bedenken allemaal. Ja. En een sfeerfoto met Luke. Nou, dat gaat Wilco straks allemaal doen. En een close-up. Er worden nu sfeerfoto's gemaakt en de kleuren van Kim worden uitgezocht. Dus, nou, daar gaan ze. En hier sfeerfoto's. Nou, we gaan zo meteen een video maken. En nu gaat Kim. Die video voor jou. We gaan nu even kleurtjes uitzoeken. Make-up is voor mij vol, word je blij van. Dus ik wil dat jij blij wordt van hetgeen wat ik aan het doen ben. Goed, aanschouw. Kim in de make-up stoel. En ze lacht nog steeds. ze ziet er wel iets zenuwachtiger uit dan net. Heel leuk. Nou, en dan nu nog even de nafoto's. Even aanzetten, mag ik ook. En dat kunnen jullie dus allemaal zien op het YouTube kanaal van Creative Cosmetics. Ik heb hier bij mij... Ja? Ik ben Sharon. En zij is van... Creative Cosmetics. En jullie hebben een YouTube kanaal? Ja. En? En we hebben een video gemaakt met Kim en Tessa. Heel leuk. Ja, super tof zijn ze geworden. Dus ja. Dan kunnen jullie dat op YouTube denk ik terugzien. Ook. En ja, op? Ja, we gaan waarschijnlijk ook op Instagram posten. Ja. Helemaal leuk. En misschien ook nog op Facebook of niet? Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ja, we gaan overal altijd zoveel mogelijk delen. Posten. Het is natuurlijk leuk dat jullie allemaal zo enthousiast worden als Kim en Tessa. Ja. Dus dan kunnen jullie alles wat ze vandaag hier geleerd en gedaan hebben, kunnen jullie eventjes bekijken bij Sharon op haar kanaal. Nou ja, ja. Op het kanaal van Creative Cosmetics. Creative Cosmetics. Volgens mij hebben jullie een hele hoop meiden die van alles doen hier, toch? Heel veel. Ja, we hebben 28 visagistes. Ik bedoel maar. Ja, dus er gebeurt hier heel veel. Mocht je nog iets met make-up willen weten, kijk vooral even op hun YouTube kanaal, Facebook pagina en Instagram account. Ik zal het hier beneden allemaal even linken. En dan kun je met make-up, ja, zelfs als je paard rijdt met make-up, kun je nog dingen doen. Ja. Zo, het is nu 9:15 en om 10:00 komt de dierenarts van Bel. Die heeft allemaal kleine, ik weet niet wat het is, allemaal wondjes denk ik. Bultjes, ja. En dat worden dan soort plekjes. Ja. Dus we weten niet wat het is. Dus we hebben maar de dierenarts erbij gehaald. En ja, ik vind het heel erg spannend en ik ben benieuwd wat het is. Nou, de dierenarts is geweest. We hebben nu ontdekt wat het is. Ze heeft allemaal beetjes van vliegjes heeft ze op haar lichaam. En ze heeft op haar hoofd heeft ze een klein schimmeltje. Nou, niet helemaal. Ze heeft een schimmel en een bacteriële infectie. Oh, en dat komt omdat er allemaal vliegjes op haar gaan zitten. Op schuurplekjes of een klein wondje of wat dan ook. En die transporteren dat dan naar het volgende wondje. En dat zorgt er dus voor dat ze, ja, dat ze last heeft en jeuk. En ja, dat is gewoon niet fijn. Nu moet ze 1 keer in de 3 dagen gewassen worden met een speciale shampoo daarvoor. En elke dag moet het schoongemaakt worden met betadine. En natuurlijk zorgen dat er zo min mogelijk vliegen op er komen. Dus we gaan ook voor stal nog eventjes een vliegendeken halen. En elke dag de vliegendekens wassen. Alle peeskappen wassen elke keer dat ze gedragen zijn. En de borstels natuurlijk allemaal wassen.
En we kopen eventjes een paar borstels erbij. Omdat je dan wat makkelijker kan wisselen. Want anders moet je elke dag dezelfde set schoonmaken. En nu is het heel warm, dus het droogt best wel snel. Neemt niet weg dat het soms ook even makkelijker is om twee setjes te hebben. Dus we gaan geen grote set kopen. Gewoon even een roskam en een harde borstel en een zachte borstel. En dan is het klaar. En dan kan elke dag alles gewassen worden. En dan moet je gewoon even een paar dagen volhouden. En dan zal het weg moeten zijn. Tenminste, het duurt een paar weken voordat het helemaal genezen is. Maar dan zou in ieder geval de bacteriën en de schimmel weg moeten zijn. Dus dan hebben we er niets, is het niet zo noodzakelijk dat de hele tijd gewassen wordt. Dus waarschijnlijk gaan we het een week of zo vol moeten houden. Dat is al lang genoeg. Ja, en ik ben super blij. Oh, wow. En ik ben super blij, want dat betekent nieuwe borstels. Yay! Ja, drie. Oké, vier. Want... Nee. Nee, een hoofdborsteltje. Ja, het is goed met je test. Het kost allemaal genoeg geld. Dus je krijgt gewoon een roskam en een harde borstel, een zachte borstel. Dat is klaar. Nou, dat dus. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Oh, wacht. Vergeet niet dat de komende 2 weken er helaas geen video's zijn. Omdat we op vakantie zijn. Maar toch bedankt voor het kijken. Doei!